uitstelgedrag. Ik zal beginnen meteen met tip 1 om jou een aantal slimme tips te leren over uitstelgedrag. En tip 1 is: verander je ochtendritueel. En dit klinkt misschien als een hele gekke tip, hè, omdat je misschien een hele andere soort tips al van tevoren had verwacht. Maar echt, laten we daar eens naar gaan kijken. Verander je ochtendritueel. Hoe zou je dat nu kunnen doen? Of hoe kan het jou nou helpen om tegen uitstelgedrag te komen? Hoe pak je dat nou eigenlijk aan? Nou, je ochtendritueel is het belangrijkste moment om te bepalen of je wel of niet tot uitstelgedrag overgaat. Wat doe jij in de ochtend? Hoe begin jij je ochtend? Je kunt al aan de hand van jouw ochtend bepalen hoe de rest van jouw dag gaat. Dus hoe meer tijd je steekt in het creëren van meer positieve energie in de ochtend, hoe meer energie jou dat gaat geven op de lange termijn. Dus ook over de rest van de dag, dat je dan minder uitstelgedrag hebt. Ik ken heel veel voorbeelden van mensen, en ik doe dat nu zelf ook, die beginnen bijvoorbeeld met mediteren, die beginnen met een inspirerend boek lezen, die beginnen met de moeilijkste taak van de dag, waar ik zo meteen nog bij terug ga komen. En stel je voor dat je begint met bijvoorbeeld meditatie, met het nadenken over, hey, wat wordt mijn doel voor vandaag? Wat wil ik echt gaan neerzetten? Wat wil ik gaan realiseren? Stel je voor dat je begint met een aantal push-ups, met een paar sit-ups, of met een rondje hardlopen, of iets anders. Denk je dat dit dan effect heeft op de rest van je dag en dat het jou gaat helpen om uitstelgedrag op de lange termijn te voorkomen als je dit dagelijks blijft toepassen en blijft doen? Ik denk het wel. Laten we gaan kijken naar tip 2. Tip 2 gaat over: verklaar je ochtend heilig. En ik bedoel nu niet, net als bij het ochtendritueel, echt het eerste uur van je dag. Nee, ik bedoel daarin jouw hele ochtend. Hè? Dus van bijvoorbeeld 7 uur als je om 7 uur opstaat tot 12 uur. Echt je ochtend. Wat kun je nou met die ochtend doen om uitstelgedrag tegen te gaan? Ik noem dit heel vaak het principe van Eat That Rock. Er is ook een boek over geschreven. Slik die kikker heet het in het Nederlands. Door Brian Tracy. Die zegt van, je moet elke ochtend beginnen met de belangrijkste en moeilijkste taak die je wilt uitvoeren. En deze als allereerste ook daadwerkelijk gaan doen. En wat ik daaraan zou willen toevoegen is: begin met die taak, absoluut. Maar plan je ochtend ook gewoon vrij, als dat mogelijk is. Plan je ochtend echt vrij. En daarmee bedoel ik geen afspraak. Ik bedoel daarmee geen social media. Ik bedoel daarmee geen internet. Maar ga met die allerbelangrijkste dingen aan de slag om daar content over te creëren, om daar dingen mee te doen. Dus schrijf dat rapport dat je moet gaan schrijven. Schrijf dat verslag wat je moet gaan schrijven. Ga studeren. Verdiep je in bepaalde onderwerpen waar je echt meer over wil weten. En die zijn vaak veel belangrijker dan de mailtjes die we moeten beantwoorden. Die kunnen we ook op een vast moment beantwoorden en hoeft niet per se strikt op dit moment. Dus verklaar je ochtend heilig. Lukt dit niet, kan dit niet, zorg er dan in ieder geval voor dat je het eerste uur dat je aan de slag gaat, dat je aan het werk gaat, je ochtend alsnog heilig verklaart. Ook al is het maar een uur. En desnoods een half uur. Begin daarmee voor jezelf, als het anders te groot wordt of te lastig wordt. Maar begin dan met dat half uurtje dat je geen afleiding hebt en alleen maar focus hebt op je belangrijkste en misschien ook wel moeilijkste doel. Tip 3. Muziek is emotie. En wat bedoel ik daarmee? We kunnen onszelf, op het moment dat we elkaar niet meer prettig voelen en we hebben een negatieve flow, we ervaren een negatieve flow, we hebben zoiets van, poef, ik heb vandaag echt geen zin om aan die bepaalde taak te werken of aan dat bepaalde doel te werken, dan kan het helpen om een muziekje op te zetten dat jou hierbij gaat helpen. Wil jij bijvoorbeeld meer creativiteit, dan kan ik me voorstellen dat je bijvoorbeeld kiest voor een meditatief muziekje. Een muziekje dat jou wat meer rust geeft. Er zijn talloze muziekjes op YouTube die je kunt downloaden of misschien bepaalde muziekjes die je kunt kopen. Wil je meer energie? En bijvoorbeeld, we doen het meestal. Hè, met als we gaan sporten of we gaan fitnessen of we gaan hardlopen. Heel veel mensen hebben dan, inclusief mezelf, muziek in. En dan luister je misschien niet meditatieve muziek, maar wel motivatiemuziek. En dat helpt jou weer om dan alsnog om toch in actie te komen. Dus de eerstvolgende keer dat je dingen aan het uitstellen bent, luister naar muziek die je nodig bent om datgene te doen wat je eigenlijk aan het uitstellen bent. Tip 4. Mindset is emotie. En wat bedoel ik hier eigenlijk mee? Jouw mindset, jouw gedachten bepalen of je wel of niet in actie komt. Dus hoe kijk je op dit moment tegen je taak aan? Als je uitstelgedrag vertoont, dan kijk je negatief aan tegen tegen uitstelgedrag, maar negatief tegen je acties, tegen je plan
dat je eigenlijk aan het opstellen bent en waarmee je ook aan de slag bent. Laten we een voorbeeld pakken. Je wil bijvoorbeeld gaan studeren voor je opleiding in Nepal. Ik moet weer mijn studieboeken pakken. Dat is de eerste gedachte, dat is je mindset. Die kunnen we ook omdraaien. En je kunt gaan zeggen van, maar wat is de reden dat ik mijn studie wil halen? Wat is nu echt de reden dat ik mijn studie wil halen? Wil je heel veel geld verdienen? Wil je andere mensen mee helpen? En hoe meer je van dit soort redenen verzint, hoe positief je gaat denken over dit onderwerp, waardoor je ook eerder geneigd bent om in actie te komen. Tip 5. Doe de 1 minuut actie. Als je mij al een poosje kent, dan weet je dat ik dol ben op 1 minuut acties. Ik heb niet voor niks een community met duizenden mensen die allemaal in de 1 minuut community zitten. Ik heb dit ook zo genoemd omdat die 1 minuut heel belangrijk is. Dat betekent dat je hele korte kleine acties neemt, stapjes zet in de richting van jouw doel. Dus maak het kleiner voor jezelf. Als je een complete studie moet gaan doen, dan kun je dat niet in 1 dag allemaal leren. Ja, dus doe elke dag een hoofdstukje, een 1 minuut actie. Start in 1 minuut, houd het een beetje langer vol, totdat je dat hoofdstuk hebt afgerond en dan is het goed. En de volgende dag doe je weer een hoofdstuk en de volgende dag weer. Het enige wat je niet moet doen, is een dag overslaan. Stap 6. Maak een FUDOM-doel. Geen SMART-doel, maar een FUDOM-doel. Dus dat betekent dat je 5 stappen kunt gaan zetten om dat doel te bereiken. Om uitstelgedrag te voorkomen wil je het zo concreet mogelijk maken. En dat kan met deze FUDOM-doelen. Dus 1 is de V van visualiseren. Visualiseer het doel voor je. Hoe krachtig kun je dit voor jezelf gaan maken? Hoe zou je je voelen als je je doel ook daadwerkelijk hebt bereikt? Wat heb je dan eigenlijk echt bereikt en neergezet? Stap 2 is uitspreken. Spreek je doel naar andere mensen uit. Dus datgene wat je nu aan het uitstellen bent, spreek het naar iemand uit. Precies op dat moment. Bel iemand op. Doe een appje. Joh, ik ben dit aan het uitstellen. Ik kom er nu eventjes niet uit. En dat geeft jou alweer de neiging om uiteindelijk door te gaan zetten. Omdat je iemand anders ook verantwoordelijk maakt voor datgene wat jij wil doen. 3 is deadline. Zorg dat je een deadline hebt. Wanneer wil je deze taak afgerond hebben? Zonder deadline kun je eeuwig blijven uitstellen, want dan maakt het niet uit wanneer je het afrondt, want je hoeft het niet af te ronden. 4 is opschrijven. Dus we zijn nog steeds bij de FUDOM-doelen. 4 is opschrijven. Schrijf is helder op papier wat je nou eigenlijk aan het uitstellen bent en wat nou eigenlijk het doel ervan is om wel aan de slag te gaan. Wat is de actie die je echt wil ondernemen om er wel mee bezig te gaan? En 5 is minuten. En dat is die 1 minuut actie die ik al eerder noemde. Maak het dus klein voor jezelf. Wat kan ik vandaag wel doen? Je hoeft misschien niet dat hele tentamen te leren, dat hele rapport in één keer te schrijven. Maar wat kan ik vandaag wel doen? Is het 1 bladzijde? Is het 2 bladzijden? En als je graag meer kennis wil krijgen, is het dan mogelijk om een paar bladzijden te lezen? In plaats van dat je een compleet boek in één keer gaat leren. Welke stappen kun je daarin echt gaan zetten? Tip 7. Hou focus. Focus, focus, focus. Het is denk ik het meest belangrijke geworden dat we eigenlijk misschien op deze hele wereld wil hebben. Prioriteit stellen is in de 21ste eeuw gewoon ontzettend belangrijk. Waarom? We hebben constant afleiding op ons heen. We hebben mailtjes, we hebben social media, we hebben het druk, druk en nog eens druk. Zeker in de prestatiemaatschappij in Nederland bijvoorbeeld is, maar misschien in heel Europa wel en misschien in de hele wereld wel. We moeten steeds meer, dingen, we moeten overal bijblijven, bijhouden. We willen overal bij betrokken zijn, maar dat kan niet. Dus focus je op 1 enkel ding tegelijk. Schakel dus afleidingen uit, ga dus niet multitasken of iets dergelijks, maar richt je op singletasken. Het richten op 1 taak tegelijk en daarna ga je door. Dus dat betekent dat als je werkt, dat je 100% werkt. Dat betekent dat als je 100% bij je gezin bent, dat je ook 100% bij je gezin bent. Dat je op het moment dat je aan het daten bent met je partner of met iemand anders, weet ik veel wat je gaat doen, dat je ook 100% bij die persoon bent. Dus dat je echt leeft in het hier en nu. Tip 8. Doe kleine dingen. Ik heb hem al een beetje genoemd in die 1 minuut actie, maar dit is zo belangrijk. We maken het onszelf vaak heel erg moeilijk. Stel je voor dat dit die berg is waar je naartoe wil en je staat nu hier en je wil daar naartoe gaan. Hoe kom je daar? Door kleine stapjes te nemen. Je kunt niet in één keer naar die berg toe. Je kunt niet met een helikopter of met een vliegtuig naar die berg toe. Hoe makkelijk en mooi dat ook zou zijn, het lukt je niet. Dus je moet dat stap voor stap gaan opbouwen om daar uiteindelijk te gaan komen.
Dus maak het voor jezelf kleiner. Zet die kleine stap. Je hoeft niet het boek in één keer te lezen, maar zet die kleine stap. Je hoeft niet in één keer je bedrijf op te richten, maar je kunt ook eerst nadenken over het plan en dan een eerste stapje zetten. Hè? Misschien toch naar de KVK om je alvast in te schrijven. Dat kan die ene stap zijn, zonder dat je misschien het hele plan al weet van hoe je je bedrijf wil gaan aanpakken. Tip 9, beloon jezelf. Uitstellers zijn best wel goed eigenlijk in het belonen van mensen, van jezelf, van acties, hè, die je onderneemt om bepaalde dingen niet te doen. En dus op het moment dat je gaat uitstellen, beloon je jezelf eigenlijk in het feit van, goh, ik hoef deze moeilijke taak niet uit te voeren. Dit kun je ook omdraaien voor jezelf. Op het moment dat jij een taak wel hebt uitgevoerd die je eigenlijk normaal gesproken uitstelt, die je nu wel doet, beloon jezelf dan. Je brein is erop gericht om jezelf te belonen op het moment dat je dingen doet. Dus stel je voor dat je wel dat hoofdstuk hebt gemaakt dat je graag wilde doen. Of je bent toch even naar de sportschool gegaan terwijl je eigenlijk helemaal geen zin had. Beloon jezelf daarna met iets anders. Misschien juist met misschien met een stukje chocola, dat kan. Maar alsnog kun je jezelf ook belonen met nog weer iets positiefs. Hè? Bijvoorbeeld dat je even de tijd mag nemen voor jezelf om een boekje te gaan lezen. Ook dat is jezelf beloond. En dan wil je de volgende keer, herkent je brein dat en die wil eigenlijk weer gaan sporten. Want die weet dat er daarna weer een beloning komt. Dat je weer even tijd voor jezelf mag nemen. Tip 10. Meet je voortgang. En dit is iets wat we allemaal denk ik wel meer mogen en misschien wel moeten doen. Meet je voortgang. Als je dingen uitstelt, dan betekent dat je doel niet helder is. Dat je niet precies weet wat je heel graag wilt doen. Ja, dus bijvoorbeeld meer studeren of meer geld verdienen of meer afvallen is geen concreet doel. Het is niet iets wat je kunt plaatsen. Hè? Dus maak het tastbaar. Zorg ervoor dat je het kunt meten. Maar wat wil je dan af hebben? 10 hoofdstukken? Ga dan terug naar het begin. Oké, maar hoeveel heb ik er dan nu gedaan en hoeveel moet ik er nog doen? Dan maakt het voor jezelf ook leuker. Afvallen is natuurlijk hetzelfde geval. Hoeveel kilo wil je dan afvallen? En wat kun je deze week doen om die eerste kilo's af te vallen. En zo maak je er een soort wedstrijdje van voor jezelf. Dit hoef je niet eens met anderen te delen, maar kun je gewoon met jezelf doen om een soort van competitieve, om een bepaalde resultaten erin te brengen, waardoor je juist wel in beweging komt, waardoor je het leuker maakt voor jezelf om in beweging te komen. En als je juist meer geld wil verdienen en je hebt opeens van een klant bijvoorbeeld 50 euro extra gekregen omdat je een extra productje hebt aangeboden, dan is dat iets wat je kunt meten. Je hebt 50 euro die maand erbij en dat is hartstikke leuk. Dus wil je ook eerder die volgende stap weer zetten. Nou, ik hoop dat ik je iets meer heb kunnen leren over 10 tips van uitstelgedrag. Het zijn misschien niet de standaard tips waar je op had gerekend. Maar dit zijn wel hele slimme, simpele en praktische tips die je direct kunt gaan toepassen om van je uitstelgedrag af te komen. Je kunt ze verdelen, je kunt ze allemaal gaan toepassen. Het is de bedoeling dat je hier op dagelijkse basis mee aan de slag gaat om er het maximale uit te halen. En de beste prestaties te leveren. Die je kunt leveren. Dus ik zou zeggen, denk groot en start klein. Bedankt voor het kijken.